Ja, je wordt hier een beetje al gebombardeerd als de grote favoriet van vandaag. Hoe is dat? Alexander Edmondson, ja, Alexander, ik weet niet of dat helemaal terecht is in dit veld. Maar ik ga er wel voor, ja. Luke, het is een ander parcours. Ja, het is de eerste keer dat je dit rijdt. Maar er wordt gevreesd dat de pure sprinters dat misschien niet gaan overleven. Dat kan wel eens in jouw voordeel zijn. Dat kan. Ja, moet ik het zelf wel overleven natuurlijk. Ja, het is nu heel moeilijk om er iets van te zeggen. We zien het na 150 kilometer hoe de koers ervoor staat. En ik ga gewoon proberen zo dicht mogelijk bij de kop van de koers te zitten. En dan zien we aan de lijn wel of het allemaal bij elkaar komt of niet. Hoe is de verdeling in de ploeg? Want ja, ook Thijs Benoot staat hier vandaag naast je aan de start. Ja, en Søren natuurlijk, gisteren ook goed. Het is allemaal redelijk open eigenlijk. En ja, de jongens die gaan ook gewoon koersen. En dan, ja, als die in een hele goede groep zitten en die lijkt naar de finish te gaan, dan gaan ze dat natuurlijk niet stoppen. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, dat lijkt me ook het beste. Het feit dat jij gisteren niet hebt gekoerst, gaat dat een groot voordeel voor jou zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat de veel mannen al hebben afgezien. En dat scheelt toch. Dankjewel. Rob Stannard from New Zealand, from Australia. We have Alex Evanson from Australia, Alex Konishev from Italy, and we have Dion Smith from New Zealand. Is Alex the son of Dimitri? Yeah, he is. The son of Dimitri Konishev, dames en heren. Die heeft ons ook heel veel leuke wielerbeelden.